De Surinaamse inheemse culturele verenigingen Wayono en Yukuyeme Maro hebben vanmorgen meegedaan aan een virtuele Heritage Day symposium van Trinidad en Tobago. Elk jaar wordt van 9 tot 14 oktober de First People Heritage Day georganiseerd op het Caribisch eiland. Het thema voor dit jaar is Our First Peoples Leading Us Towards Environmentally Sound and Sustainable Communities. De twee Surinaamse inheemse verenigingen reizen dan ook elk jaar af naar het eiland om dit mee te maken, zegt Audrey Christian, voorzitter van Yukuyeme Maro, in gesprek met onze nieuwsdienst. Vanwege de COVID-19-pandemie is ervoor gekozen om een virtuele symposium te organiseren, zegt Christian. Mogen we niet weggaan, we mogen niet reizen. Dus heeft de gemeenschap van Arima, de Santa Rosa Carib Community, heeft in samenwerking met de Faculty of Law van de University of the West Indies besloten om een virtuele symposium te houden met andere Latijns-Amerikaanse landen en het Caribisch gebied. En hoeveel landen doen mee aan deze virtuele symposium? Als ik het goed heb, zijn het ongeveer 8 tot 9 landen die meedoen. Het is heel erg belangrijk. Je moet begrijpen dat wij, de inheemse gemeenschap, is een collectieve gemeenschap in Suriname. Maar niet alleen in Suriname, wereldwijd is het ook hetzelfde. Dat we een collectieve gemeenschap zijn, ook internationaal. Maar de problemen waarmee wij geconfronteerd raken, zijn de problemen die wereldwijd ook de inheemse treffen. Het is ongeveer hetzelfde. Je hebt de grondrechten, de goudwinningsactiviteiten in de gebieden, de natuur dat vernietigd wordt, waarvan de mensen allemaal afhankelijk zijn. Weet je? En, maar ook de uitdagingen die hiermee gepaard gaan. Christian zegt verder dat inheemsen wel mee mogen gaan met wat er zich in de westerse wereld afspeelt. Maar jouw eigen omgeving moet je beschermen. En daar ligt de uitdaging in, benadrukt Christian. Jupta Ituwaki. Zij is de spokeswoman van de Gramamip. Zij zal dus een boodschap geven aan de wereld. In het bijzonder een boodschap vanuit de jongeren. Dat de jongeren beschermd moeten worden. Dat is vooral belangrijk, want zij moeten nog begeleid worden. Het is een nog grotere uitdaging voor hun. Dus de instituten moeten hierop kunnen inspelen. Weet je, er zijn zoveel uitdagingen en als we er niet op letten, raken onze jongeren allemaal verloren. Dus dat is de boodschap die doorgegeven gaat worden ten aanzien van onderwijs, onder andere. Onderwijs, dat het ook op een ander niveau gedaan kan worden, zodat de jongeren van het binnenland ook goed kunnen participeren hierin. Weet je, want je moet meegaan in de ontwikkeling van het land. Maar tegelijkertijd, hoe ga je mee en wat krijg je allemaal? Audrey Christian, voorzitter van de culturele vereniging Yukuyeme Maro. Zij sprak vanmorgen over de virtuele Heritage Day Symposium van Trinidad en Tobago. Twee inheemse Surinaamse culturele verenigingen hebben meegedaan aan het symposium. Elk jaar wordt van 9 tot 14 oktober de First People Heritage Day georganiseerd op Trinidad en Tobago.